Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over laser graveren. Vandaag gaan we weer iets bijzonders doen. Het is ook een iets langere video, want het proces is iets langer. We gaan een foto, elke believige foto die je maar wilt, maar het is wel handig als die een beetje contrast en dergelijke heeft, gaan wij omvormen tot een cartoonfoto, een tekenfilmfoto. En die tekenfilmfoto, die gaan wij laseren op een tegel. En dat procedé, hoe je dat gaat doen, en het resultaat daarvan natuurlijk, ga je zien in deze video. Ik hoop nu alvast dat je het leuk vindt. Nou, laten we er maar in gaan duiken. Dit is de foto die ik heb uitgekozen om deze video mee te maken. Het is een foto van mij met mijn twee kleinkinderen, maar ik moet niet helemaal liegen, want sinds gisteren heb ik een derde kleinkind erbij. Alessio en Jamie, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter. Maar goed, die heb ik nog niet op foto, dus die kan ik hier niet in gebruiken en dat ga ik ook niet doen. Deze foto ga ik gebruiken. Rechts Liam, in het midden ikzelf en links Vira. En daar ga ik dus die tegel van maken. Oké, laten we beginnen met het proces daarvan. Zo, het eerste wat we gaan doen, we gaan de achtergrond van de foto verwijderen. Je ziet het hier al in beeld staan, dat komt omdat ik even heb uitgeprobeerd van tevoren, maar ik ga u het proces laten zien natuurlijk. De websites in kwestie zal ik onderaan de video een link van plaatsen, want er zijn wat meer websites die we gaan gebruiken. Maar dit is in elk geval de eerste daarvan. En de website, dat is www.remove.bg/upload. Nou, wat ik ga doen, ik ga upload image doen. Ik ga mijn foto erbij halen. Voilà. Uploading. En daar komt die. Dit is dus de upload en je ziet ook al dat de achtergrond verwijderd is. Nou, ik ben daar tevreden mee. Je hebt aan de rechterkant twee buttons voor om te downloaden. De HD-versie kost je helaas geld, dus dat gaan we niet doen. Ik ga de bovenste doen. Klik op download. Ik ga hem op mijn bureaublad zetten. Ik moet alleen even oppassen natuurlijk met de naam. Dus ik doe opslaan als. En ik noem hem Cartoon X Background. Terwijl cartoon zonder de achtergrond. Dat is de eerste stap van het procedé. En daar gaan we naar de volgende stap. In de volgende stap gaan we er een tekenfilm van maken. Een cartoon. Nou, niet een tekenfilm, maar alsof het een foto is vanuit een tekenfilm. De website daarvoor, ook die komt natuurlijk onderaan de YouTube video te staan. Dat is My Edit online. En dan IN, dat is Engels, Photo Editor, Image Cartoonizer. Ze hebben dus meer tools. Ook dit is een website waar je je eigen voor aan moet melden en mag je 1 file per dag gratis downloaden. Maar dat kan je doen met je Google account of met je Facebook account of wat dan ook en dat kost je verder niks. Dus wat ga ik doen? Ik ga hier in het midden zeggen choose a file. Nu kies ik natuurlijk diegene waar die achtergrond er al vanaf is. Dus Cartoon X Background. Komt die aan. Zo, en we zien al dat die foto daar nu in staat, alleen hij is nog geen cartoon. En aan de rechterkant hebben we opties om er cartoons van te maken. Pas even op, die try-versies. Dan komt er een naam van die website, zeg maar, transparant in de foto te staan. En dat willen we natuurlijk niet, dus we pakken degene waar geen try bij staat. En dan kunnen we gaan experimenteren. Nou, ik ga even beginnen met de eerste, want je zult zien, er gebeurt iets namelijk. Als ik dat doe, dan zegt hij, is een crop recommended. Oftewel, je moet eigenlijk die foto in een bepaalde, bepaalde hoek zetten als het ware. En dat die bepaalde grootte en kleine en dat soort dingen. Nou, oké, dat gaan we zien. Ik klik oké. De rechterkant heb ik dan vormen staan. Nou, ik wil een tegel van 15 bij 15. Dus dat is, dat is een echte vierkant. Dus ik pak deze hier, die 1 op 1. En dan kan ik dat veld slepen. Want ik wil natuurlijk wel graag de gezichten van mijn kleinkinderen daarin zien. En op deze manier zeg ik krop. Is dan nog geen tekenfilm, alhoewel, het gaat die zo meteen nu wel worden. Want ik had die rechtsbovenste, die cartoon 2 aangeklikt, zoals je misschien gezien hebt. En zie hier, nu zie je ons als het ware in een soort tekenfilm. Cartoon 2, nu kun je gaan experimenteren. Cartoon 3, hoe ziet die eruit? Even kijken. Nou, vind ik niet zo mooi. Cartoon 6. Nou, dan zie je eruit als Dracula. Als je zo bekijkt, is ook niet zo fraai, hè? Cartoon 8. Dat is al beter, maar vind ik zeker de kinderen, zeg maar, zien er nu uit alsof ze er normaal uitzien. En dat is, het gaat niet om het normaal uitzien, maar het moet een beetje tekenfilmachtig zijn. Dus ik pak 11. En dit vind ik al wel een stukje fraaier. 11 tot nu toe, maar eventjes, want je kunt als het goed is schuiven, of had ik het al gedaan? Ik had al geschoven. Dan is 11 de laatste optie. Nee, deze nog hier. We hebben er hier nog eentje. Dit is een nieuwe, maar dat maakt niet uit. Gaan we even kijken. Nee, ik pak 11, die vind ik mooier. Deze foto, die ga ik pakken. En wat ga ik doen? Ik ga hem downloaden. Dan zeggen ze al, je account heeft 1 downloaddag voor deze feature. Nou, dat ga ik doen. Dat is de enige van vandaag, dus dat is niet zo erg. Continue download. Ik ga hem opslaan. Let weer op de naam op, hè. Cartoon. Wat zullen we zeggen, bijna klaar. Want het is bijna klaar, het is nog niet helemaal klaar. Er moet er nog eentje gebeuren. En daarmee heb ik de cartoon voor elkaar. Oké, we gaan naar de volgende stap. In de volgende stap, en dat is de laatste stap waar een website in voorkomt. Dat is de stap waarin wij gaan gebruiken de software, en die gebruik ik regelmatig in mijn video's, van imag-r.com. imag-r.com is een website waar u foto's kunt voorbereiden op laseractiviteiten. Ook deze website wordt natuurlijk gelinkt onderaan de video, zodat u kunt zien welke website dit is. Als we naar beneden scrollen op die website, dat gaan we even doen. Als die Jen heeft, ja, heeft hij wel. Dan zien we hier de stappen staan die je eigenlijk zou moeten uitvoeren. In dit geval zal het meevallen, zullen we zien. Maar we gaan kijken wat we gaan doen. We gaan beginnen met upload. Vraagt hij ons of we dit in kleur of in grayscale willen doen. Nou, moet je luisteren, wij gaan deze foto laseren. Dus hij kan eigenlijk in grayscale worden geïmporteerd. En dat ga ik dan ook gelijk maar doen. Maakt niet zo heel veel uit namelijk, denk ik. En dat is dan de cartoon bijna klaar. Kom. Hoppakee. Ja, je ziet vanzelf de website verspringen en dat betekent dat de foto geïmporteerd is. Daar staat die. Ja. Het volgende wat we gaan doen, we gaan de functie crop gebruiken. Namelijk, deze foto moet natuurlijk vierkant zijn en als we die crop gebruiken kun je zien dat je onder de square crop kunt kiezen. Nou, dat gaan we ook doen. Ik kies voor square crop en nu is die dus vierkant. Dan kan ik hem gaan opslaan. Dus ik doe crop. Dat round edges, dat is dat je ronde hoekjes krijgt. Daar hebben we natuurlijk niks aan, want we gaan het laseren op de tegel. Oké. Dat gedaan hebbende, als we nu naar beneden gaan scrollen, dan zien we opnieuw die foto. Alleen is hij nu van een crop voorzien. Dan gaan we hem resizen. We gaan hem hervormen. We zetten hem van pixels op millimeters, want de tegel is 150 bij 150 en dan valt het mee. We zitten ongeveer op het goede level al. Maar ik zet hem op 150 naar 150. En het maximum van jouw laser aangaande de DPI. Mijn maximum is volgens mij even uit mijn hoofd, maar dat ga ik gewoon gebruiken, 254. 254 DPI. Heel vaak bij lasers kan dat bijvoorbeeld iets van 318 zijn. Je kunt dat vinden in de specs van je laser. Daar vind je namelijk de spot size van je laser. Een inch is 2,54 centimeter, dus 25,4 mm. Dus als je nou die 25,4 mm deelt door de spot size van je laser, ja, dan hou je de DPI over. Oké. In mijn laser, ik dacht uit mijn hoofd 2,54 en dat is wat we aanhouden. Ik kon er nooit zo gek ver vanaf zitten. Oké, ik op oké. Ja. Die pagina weer opnieuw. Aan de linkerkant komt er nu nog de mogelijkheid bij om contrast en brightness en al dat soort dingen aan te gaan lopen passen. Het is een beetje moeilijk, de website op dit moment. Normaal gaat het razendsnel. De rechter is overigens datgene wat hij gaat lezen. En daar ben ik eigenlijk al tevreden mee. Je kan natuurlijk nog wat contrasten gaan toevoegen. Dan ga je gewoon experimenteren, hè, door deze omhoog te gaan draaien. Laat ik die eens op 10 zetten. Hou in de gaten, de linkerkant is het origineel. Rechts is dan datgene wat je veranderd hebt. Dus ik laat hem eventjes zijn werk doen. Ja, je ziet, er is wel iets aan veranderd, maar niet zo heel veel. Dus ik verander dit niet. Hè, maar je kunt dus gaan spelen met contrast, met brightness, met gamma. En je kunt de foto verscherpen, dat zal ik wel even doen. Met sharpen hier. Als je nou betaalde versie van imag-r gebruikt, dan kan je zelfs nog wat ze noemen noise reductie doen en zo. Nou oké, ik vind het allemaal mooi. Het is in dit geval niet nodig. We moeten alleen even wachten tot de website nu klaar is met het voorbereiden. Ondertussen gebruik ik vast de sharp functie. Die zet ik op 30%. Je kunt dus kiezen. Ja, wat die R voor staat weet ik niet, maar ik kies makkelijker voor procenten, dat vind ik eigenlijk iets simpeler. En dan kies ik op Apply. Je ziet, dit is even een tijdconsuming proces, omdat ja, hier moet je website en je internet toch even voor werken. Maar die website ook, het hoeft dus niet aan jouw internet te liggen. Je kunt eventueel nog tekst gaan toevoegen, ga ik niet doen, ik ga kiezen voor materiaal. Materiaal wordt Norton, dan white tegel tinted black, want dat is wat ik ga doen. Ik ga een tegel wit en zwart schilderen, zeg maar. En ik zeg okidoki. Daarmee wordt in feite deze foto geschikt gemaakt. Je kan nog een keer spelen hier, want je ziet hem namelijk nu in het negatief. Ja. Doordat ik hem aan heb gegeven dat hij op een zwarte tegel, op een witte tegel die zwart geschilderd wordt gemaakt, moet hij in het negatief worden gezet. En dat doet het programma uit zichzelf al. Je kan nog steeds gaan spelen met contrast, met brightness, met sharpening en dat soort dingen meer. Dat ga ik allemaal niet doen. Ik ga hem downloaden. Ik download hem in de hoogste kwaliteit, dat is PNG. En dat bestand, als die weer zin heeft. Nou zeg. Het heeft een beetje moeite, dat kan denk ik komen, ja nou wil die 3 keer, maar dat willen we natuurlijk niet. Wat zeg ik, 4 keer, 5 keer? Even kijken, deze gaan we gebruiken hier. Oké, en nu noemen we hem, ik ga hem weer even terugzetten op het bureaublad. Ik noem hem cartoon, laser klaar. Boom, dat is wat we doen. Ja? En daarmee zijn we weer klaar voor... volgende stap in het... Oké, de laatste stap in het proces, als het gaat om voorbereiding op de computer, is natuurlijk Lightburn. Wat we gaan doen in Lightburn, we pakken het vierkantje hier aan de linkerkant, trekken een vierkant op het veld en we zetten dat op een oranje toolpad. Vervolgens gaan we breedte en hoogte instellen op 150, want dat is de grootte van onze tegel. De laatste stap is dat we het centreren. Dat doe ik met dat blokje hierboven. Daarmee kan ik hem centreren. En nu staat hij in het centrum. Nu kan ik gaan importeren. Dus ik gebruik de importeerknop. Dat is de bovenste balk, de 4e van links. Ik ga daar die foto vandaan halen. Die cartoon laser klaar. Dat is hem. Ik ga hem vervolgens vanuit de bibliotheek de settings meegeven van... Even kijken, hoe heb ik hem genoemd? Tegel zwart geschilderd. Foto bewerken met imag-r. Goed contrast staat erbij. Dat is een waarschuwing voor mijzelf. En ik zeg assign. Hij is al toegevoegd. Maar als ik nu ga kijken hier bij afbeelding. Dat zijn de laserinstellingen. Staat hij op 5000 mm per minuut. Pas op, 10 watt laser in mijn situatie. Als uw laser iets anders heeft, heeft hij andere settings nodig. Maximaal vermogen van 50%. Heel belangrijk, het vakje... Als True is aangevinkt. Ik kies ervoor om in 90 graden graveerhoek te laseren. Dus dat wil zeggen van boven naar beneden. Pass True is belangrijk. Want Je gebruikt nu de settings van Imag-r. Dus je hebt in Imag-r eigenlijk alles ingesteld, behalve de snelheid en de power. En de rest komt dus door de pass-through. Als ik nu op OK klik, is het enige wat ik nu nog moet doen, is dit bestand opslaan. Dat gaan we doen met bestand opslaan als. Dus de plek waar we dat moeten opslaan, dat gaat in mijn Lightburn folder zijn. En dan, en die noem ik even cartoon kinderen. Ik sla dat op. Daarmee zijn we klaar voor voorbereidingen van het materiaal. Goed, je neemt een witte badkamertegel, het maakt niet uit wat voor een, als die maar wit is. Maak hem schoon, eventueel met alcohol, zodat het oppervlakte schoon is. En dan neem je een spuitbus met witte verf. Dat mag hoogglans zijn, dat mag primer zijn. Ik ga nu hoogglans gebruiken. En wat ik daarmee doe, dat is natuurlijk spreekt voor zich. Ik ga één keurige laag hier overheen spuiten. Dat doe ik van links naar rechts en van boven naar beneden. Zodat we een keurige dekkende laag hebben. Dat is om te voorkomen dat we echt laseren in het glazuur van de tegel. Dat is het eerste wat we gaan doen. Dat laten we drogen. En dan komen we straks terug om ditzelfde te doen met 2 keer een laag zwart. Na de kleur wit wordt het tijd voor zwart. Je kunt daar matglas of mat zwart in nemen of glanzend zwart. Dat is net wat je wilt. We gaan daar 2 lagen mee sprayen. Eerst de eerste maar eens. Ik ga de tweede natuurlijk niet laten zien, want die ziet er hetzelfde uit als de eerste. Maar ik doe het altijd van links naar rechts. Wel even dekkend maken. En dan doe ik datzelfde nog een keer van boven naar beneden. Inmiddels is die dekkend, dus dit laten we drogen. En dan zometeen doen we dit nog voor een tweede keer. En dan laten we de hele zaak drogen totdat het klaar is voor de laser. Zo mensen, de volgende stap is natuurlijk het laseren zelf. Dat wil zeggen de tegel goed positioneren. En dan gaan we kijken of we ook even kunnen focussen. Eigenlijk heb ik even 2 handen nodig, maar... Want ik moet dus zien dat dat metalen stripje hier keurig op de tegel staat. En dat staat hier nu. Nu kan ik hem vastdraaien. Dat is bij deze laser, vind ik, flink stevig dat je moet draaien. Anders kan hij maar zo loskomen. Dan doe je het pootje inklappen. En beweegt hem terug naar je beginstand. Dat kan je natuurlijk ook met Lightburn doen natuurlijk. Maar het is niet zo verschrikkelijk. Als je het maar rustig doet. Dat is heel belangrijk. We gaan hem uitlijnen. Wat ik ga doen is natuurlijk de afzuiging aan. Dat is één ding. En het tweede is, we gebruiken ook Air Assist. Om zoveel mogelijk de tegels schoon te spuiten. Settings die we gaan gebruiken. 5000 mm per minuut. 50% power. En dan pass-through. Zoals we gezien hebben. Omdat de afbeelding bewerkt is in Imag-r. We gaan het resultaat zo meteen zien. Hier hebben we het eindresultaat. Wat ik altijd doe even aan het eind. Ik pak een kwast van een verf gebeuren. En ik schoon even de gelazerde tegel. Zoals je misschien kunt zien, er zit toch wel een klein foutje in de tegel. Ik heb hem toch niet helemaal goed uitgelijnd. De linkerkant is niet helemaal gelazerd. Maar ook niet zo die erop let. Het resultaat is leuk, zoals je ziet. Zo. Het resultaat is mooi geworden. Zo kun je dus een cartoon maken van een foto. En ja, ook verbloemen hoe lelijk je bent. Als je dat tenminste wilt. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Dag.